Yo, what's going on guys, my name is Milo, and welcome bij EVE Online. Dit is Exploration, de EED site, 3 uit of 10. Net gevonden. Ik was heel erg verrast. Van, waar zou een combat site zijn? Nee, het was de EED site, 3 uit of 10. Dit is pretty awesome, don't mind the links. Ik ga het niet doen. Hopelijk blijf ik leven. Hier heb je... Nee, ik zit in korp. Get activate. Oh. In dat geval, laten we mijn character pakken. Ja. Ik kan binnen een... Hoeveel minuten? Binnen 18 minuten kan ik een Tengu vliegen. Maar dat betekent niet dat ik hem kan kopen. Nee, die dingen kosten 160 miljoen. In de buurt. Plus de modules, daar ben ik al. Dan heb ik al 400 miljoen nodig om dat ding uit te pitten. Dat gaan we dus niet doen. Ik zet even mijn... Ik undock even mijn alt voor mijn boost. Zal ik daar oppoppen? Ja, hier. Het zitten de Mindsmoss. Maar ik heb skills voor armor, shield. Dat soort dingen. Ik ga even snel mijn ding fitten. Strip fitting. Leaf ship. Be right back, guys. Ik ben weer terug. Ik heb mijn kerk opgepakt. Ik dacht voor een moment dat de Cosmic Singetje weg was. Ik dacht van, oh fuck. Maar nee. Gelukkig niet. Maar dat was mijn eerste DigiDista die ik heb gevonden. In mijn leven. Ik heb al video's gezien, maar... Dat is niet zo leuk. Video's kijken is leuk, maar... Dat is zelf meemaken. Ja, inventory fitting. Zo. Oh. Misschien omdat ik kan. Zie maar nu. Oh ja, boep, 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 ram, boom. Pak ik even, kijk, even daarin, daar zit nog wat ammo. Drop ik daarin. Let's do it! Let's do it! Ik heb rond 250 DPS. Maar ik kan tanken hier. DD Threat Assignment Unsafe 3 out of 10. Oh, hier kan ik waarschijnlijk veel loot uithalen. Tenminste, dat mag ik hopen. Ik kan vanaf 20 kilometer schieten, hè? Dat is een goede range. Plus ik heb nog een micro-warp drive. Dat kan dus 1562 meter per seconde. Hè? Dat is snel. Heel snel. Very fast. Activate gates. Zie, database, bla 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 bla. Ik weet niet wat ik hier kan vinden. Maar ik denk belts. Ik wil asteroids.
Let's see, wat hebben wij hier? Nog één. Activate mijn Michael One Drive. Dat ik super fast daar kan komen. Een veldsparen en een onbesteentje. Ja, hier kan het laggy worden, dus bear with me. Niet zeuren over de lag. Ik weet het, het is de stof. Hier zo. Ik record toch met 30 frames per seconde in dit spel. Let's see, wat is hier? Veel frigates. En een can. Laten we even naar hun burnen. Sorry voor de lag, guys. Ze aggro hem niet eens. Burn maar weer op en. Negatief kilometer, dat wou ik zeggen. De dingen gaan binnen één schot dood. Get decimated. Dit is gewoon niet normaal. Ik burn whatever. Ja, hier zijn 19 kilometer. Ja, deactiveren. Er is gewoon niks hier wat hun kan helpen. Get owned. Of die boys die hebben. Die zijn dichtbij. Kijk wat voor loot daarin zit. Waarschijnlijk moet ik erom. Ja, ik ga naar boven. Schiet, ja, ik schiet die gewoon doorheen, joh.
Hell yeah. I'm enjoying this. Indien ik deze gate door te kunnen gaan, moet ik alles hier in moeten hebben. Ja, ik ben eigenlijk aan het recruiten, dus een Nederlandstalige corporatie. Dus beginnersvriendelijk, dus Myro Industry. Check it out. Is het een niche? Sorry. Boom. Oh, dat is onvoldoende zwaar. Curious, kan ik dat? Is het een? Ik ga achter deze container aan. Ik heb een safe locatie van de hoek. Maar ik ben een kap. Ik ben niet stabiel met mijn kap. Maar wat ik heb gehoord, om echt een soort zo om kap stabiel te zijn, ben ik best nieuw. De capacitor is empty. Nu is die empty. Capacitor is empty. Ja, ga maar door de stenen, joh. God, dit is een huge asteroid. You can do jack shit. So no you can't, don't even try. Screw you, idiot. Maar als je begint met CS, wat wordt hiervan aan je neemt industrie, grapijnen, leech kills, neemt de retriever, daarna kom je bij exhumers. Nou, als je bij exhumers heb je dezelfde drie. Je hebt tech 1 met 1 laser, tech 2 met 2 lasers en je hebt er 1 met 3 lasers. De 1 met 3 lasers is de hulk en dat verreed door alle asteroids heen van wat je lokt. Is gewoon een monster. Want sinds we deze site gecompleet hebben, deze, er is zoveel wrakken. Salvage. Er is meerdere sites, hoor. Look how huge. Je doet de stof op, maakt laggy. Sorry voor dat. Ja, ik probeer in full HD te recorden. Dus daar moet je met lag mee leven. Problemen mee, dan heb je per. Ja. Je kan het lezen. Je kan het pauzeren. Maar ik ga het niet lezen. Ik ga het lezen.
Boom. Oh, wauw. Dit is de laatste... Boom, I guess. Hier heb je mineral containers. Die gaan hier gewoon stil zitten. Oh, dat zijn allemaal drones. I see. Ik hoop niet dat die van me weggaat. Zoals je ziet, ze schieten. Ze doen wat, maar... Je schiet ze sneller dood dan dat ze je kunnen killen. Dan schiet ze gewoon in één schot dood. Een one shot. Oh, behalve hem. Wat is moi? Maar hier heb je een Maxalon. Goed daarin zitten, hier een Maxalon. Oh, ik kan een Tengu vliegen. Op die container af. Hij wil snappen van mij, maar dat gaat niet lukken. En dan kijk je in wat voor steen ik heb. Onder. Save location. En dan final group submit. Hier is ook iets salvage. Dat kan je salvage. Dus die zat hier bijna over. Dit is mijn eerste die zat ik heb gevonden. Want ik ben niet aan het trainen man. Firearms. Yes. It's not possible with wild boy. Aha! So the usual skills is a flopper. Van kraketten verwisselen, hè? Ja, nu doe ik de damage. Daar kunnen ze niet tegen, hè? Tegen EM damage.
aantrekken en dat zetten. Oh, bad. Ik heb ze bijna allemaal dood. Ja, ik kan deze 3 uit of 10 kan ik makkelijk tanken. Zoals je ziet hier is verdwenen. Ze zetten via officier eentje erin. Ik zal een salvage ship naar binnen brengen. Salvage. Met de laad, jongen. Juist te laat. Jammer ja. Boom. That's it. Hope you enjoyed this video. A like and sub for me on XCDV. For Nick here. So then, see you later. Bye.